Oei, ik dacht dat mijn video net ging omvallen op het moment dat ik op start doe. Goedemorgen iedereen, welkom in een nieuwe video. Morgen zijn we 4 december, het is ook Sinterklaas weekend. En ik geloof in Nederland, hoe heet dat, pakjesavond of zoiets. Nu, de reden waarom ik vandaag een video wil opnemen, er zijn eigenlijk heel veel dingen waarover ik met jullie wil praten. Dus maar... Nu had ik gevraagd van wat is het belangrijkste dat ik nu meedeel. En dat gaat dus over die zonsverduistering die morgen plaatsvindt. Want dat is eigenlijk in combinatie met de donkere maan. En donkere maanenergie is sowieso altijd verbonden met nieuwe nieuwe zaadjes planten. Ik ga hem misschien eventjes wat lager zetten, dan gaat hij meer stabiliteit winnen, hopelijk. Dat is hetgeen dat we ook uitgedaagd worden om te gaan doen. Meer stabiliteit vinden en een nieuwe hogere energieën. Dank u wel, camera. Maar dat is hetgeen waar dat we ook dit weekend mogen mee bezig zijn. Want er zijn een aantal constellaties, dus eigenlijk de standen van de planeten ten opzichte van elkaar. Zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de planeet Venus met Pluto en met Mars hele speciale combinaties maakt. Ik ben geen astroloog, dat weet je ondertussen wel al. Maar ik volg het wel, omdat het interessant is om te zien hoe dat de collectieve energieën beïnvloed worden. En dus de zonsverduistering is ook één van die momenten weer waarop dat we als het ware een laatste kans krijgen om een cyclus af te sluiten, om te stoppen met de dingen te doen die we altijd gedaan hebben. En als je nu gewoon kijkt naar het thema van dit jaar, waar je dit jaar het vaakste tegenaan gelopen bent, het meeste last, problemen, wreven, frustraties rond gehad hebt, dan is dat het stuk waar je eigenlijk het komende jaar mee aan de slag mag gaan. In die zin dat je het niet meer gaat doen zoals je het altijd gedaan hebt, dat je niet meer de keuzes gaat maken zoals je het dit jaar altijd gedaan hebt, maar dat je vanuit een vernieuwde versie van jezelf, dus dat je in die hogere energieën stapt en geen weerstand niet meer biedt voor hetgeen wat het universum en jouw team en jouw gidsen nu ook constant heel het jaar 2021, dus dit jaar, hebben proberen duidelijk te maken. Specifiek voor dit weekend is belangrijk dat je oplet wat dat je zegt. Dus dat je niet altijd vanuit dualiteit in een gesprek gaat. Maar dat je heel bewust bent dat je allebei een eigen waarheid mag hebben. Je hoeft niet met elkaar akkoord te gaan over het feit dat je allebei iets over een bepaald thema. Je mag allebei een andere waarheid hebben, want dat is ook weer verbonden met bewustzijn wat jij hebt en bewustzijn wat de andere hebt. Ik had het gisteren, of was het hier gisteren, ook eigenlijk, maar gezien net hoe dat de energie aan het uitwerken is, maar bij mijn kinderen. En dan hing het, ze zeiden eigenlijk allebei over iets, één situatie. Maar beiden hebben dan deze situatie natuurlijk ervaren vanuit hun eigen standpunt. Dus vanuit een andere invalshoek, vanuit een ander punt van waar dat ze naar de situatie keken. Als je het gewoon bekijkt en jij staat in het noorden ten opzichte van de situatie en iemand anders staat ten opzichte van het zuiden, dan gaan jullie een heel tegenstrijdig zicht en beeld en ervaring hebben van hetzelfde waar jullie naar kijken. Maar gewoon omdat jullie allebei vanuit een andere positie letterlijk naar gaan kijken. En dat is hetgeen waar je dit weekend en de komende dagen, en je hebt het misschien al ervaren, want die energieën zijn er niet natuurlijk alleen maar op die dag, hè. Er is een paar dagen voor die, een paar dagen na die. Dat je dus hebt ervaren dat je veel sneller discussies en onenigheden kan hebben over eigenlijk hele domme futiliteiten. En dus het is belangrijk dat je oplet wat hij zegt. Dus dat je niet onmiddellijk actie en reactie, maar dat je eventjes naar binnen gaat en gewoon eventjes stil bent. Dat je gewoon eventjes voor jezelf gaat gevoelen, oké, hoe denk ik hier nu over na? En is het eigenlijk wel belangrijk dat ik dat eigenlijk ook zo deel en dat ik daar ook blijf bij stilstaan. Want wat is de reden eigenlijk? De reden daarvan is dat het ego bij de meesten de katten zijn weer aan het spelen, dat het ego bij heel veel mensen eigenlijk
weer gaat gaan opspelen. Maar waarom? Om er bewust van te worden. Maar dat is ook hetgeen wat we doen ook in schaduwwerk met al mijn klanten. Dan net door er bewust van te worden, door het naar boven te halen, door het liefde te geven, door het licht te geven, dan zorg je ervoor dat het eigenlijk per definitie onmiddellijk getransmuteerd en getransformeerd wordt. En wanneer dat zaken, ik had het over laatst ook met iemand anders, een andere klant van mij over, wanneer je het gevoel hebt dat altijd constant maar weer hetzelfde naar boven komt, een herhaling als het ware, kijk dan ook dieper dan hetgeen wat je alleen maar ziet. Want wat is mijn ervaring? Wanneer je inderdaad rond bepaalde thema's iedere keer weer hetzelfde naar boven komt, dan is dat eigenlijk omdat, één, in eerste instantie is het om te kijken van oké, heb je de les geleerd? Dat is een begin. Dan ga je zien dat in dezelfde situatie, in dus eigenlijk hetzelfde probleem, hetzelfde thema, ik ga het zo zeggen, in verschillende situaties aan bod komt. En dan is daar om te kijken van, oké, heb je het inderdaad geleerd? Heb je die schaduwen, die angsten, die overtuigingen die je daar tegenhielden, heb je die inderdaad getransformeerd, veranderd, aangepast, geheeld? Maar dan op een bepaald moment kan het zijn dat zaken eigenlijk weer opnieuw weer naar boven komen. Niet omdat ze die geheeld zijn, maar omdat er eigenlijk nog een belangrijk stukje ontbreekt, waar je nog niet bewust van werd. Dus op dat moment ben je eigenlijk aangekomen op een dieper niveau van die healing. Dus het is niet zo dat die healing of die transformatie niet gewerkt heeft. Nee, het is gewoon het volgende level, de volgende fase. En dat is hoe dat ook werkt. Hoe in de mate, hoe hoger je energie wordt, hoe dieper dat die schaduwen ook zijn die naar boven komen. En dus het is niet per se dat dan iets gemakkelijker is. Maar het zijn gewoon zaken die nog veel dieper verstoppen waren. Die nog veel onbewuster waren dan dat jij eigenlijk bewust van was. Waarvan dat je kon inschatten. Dus dat is het thema eigenlijk van de zonsverduistering van nu morgen, hè, dus 4 december. En kijk van wat dat er gebeurt in je leven. Gebruik de realiteit, dus jouw 3D-leven. Ik ben ondertussen aan het doorbladeren naar mijn volgende notities over dit weekend. Ik vind het niet onmiddellijk, het maakt niet uit. Dat je gaat gaan kijken en dat je de dingen die nu in het weekend, die in deze week, het weekend en begin volgende week gebeuren, dat je gaat gaan kijken van waar en wanneer reageer ik nog vanuit mijn ego. En ego is altijd het gemakkelijkste, vind je? Het heeft iets gevonden van de kinderen om lawaai mee te maken. Nu, maar ook dat maakt niet uit. Maar dus om te gaan kijken wat er gebeurt, dan eigenlijk ego, dat zijn je emoties, gedragingen en je overtuigingen. Dus als je dat, ik vind dat een heel gemakkelijke manier om dat te gaan uitleggen. En dus wanneer je reageert vanuit je ego, is het vaak zo dat je gaat gaan reageren vanuit gekwetstheden, vanuit wonden. En dat is ook een van de redenen waarom dat bijvoorbeeld scheiding en geen contact is in tweelingvlamconnecties, in tweelingzielconnecties en diepe soulmate-connecties kun je het zelfs ook hebben. Waarom? Omdat je eigenlijk op dat moment ruimte alleen nodig hebt om te werken aan je eigen ego. Om je eigenlijk je eigen ego te gaan healen, zodanig dat het voor jou gaat gaan werken. Zodanig dat het geïntegreerd wordt. Dus niet opgelost of zeker niet losgelaten of wat dat er ook gezegd wordt. Je hebt je ego nodig om te manifesteren. Maar het is belangrijk dat je geen keuzes meer maakt vanuit ego. Dus geen keuzes meer maakt vanuit jouw gekwetste ik, vanuit je gekwetste zelf. Dus hoe meer dat je dat gaat gaan healen en dat je gaat gaan verbinden met jouw hogere zelf, met je echte, ware zelf eigenlijk, dan hoe meer dat je vanuit dat eenheidsbewustzijn gaat gaan leven en keuzes gaat gaan maken. En dat maakt dat je dus ook veel makkelijker in die overgave kan stappen en veel makkelijker in dat vertrouwen kan stappen. En wanneer je in een diepe zielsconnectie bent, dan ga je merken dat het contact ook veel gemakkelijker gaat. Omdat je niet meer jouw rugzak naar elkaar toe gooit. En dan ga je ook zien en kunnen en mogen ervaren dat eigenlijk het enige wat tussen jullie beiden is, een hele diepe onvoorwaardelijke connectie is. En die connectie, die liefde die je dan weer voelt, ga je dan weer ook versterken en krachtiger maken in het gewoon zijn van jezelf, in het vertrouwen, in het naar buiten stappen, in het volgen van je passie. Want dat is, daarom zijn deze connecties er ook in eerste instantie om, bedoeld als zielsgroei, om jou de kans te geven, eigenlijk een hele heldere spiegel te geven van waar dat je nog werk te doen hebt. En dat is geen, wat mijn tweeling van voor mij betekent, heeft dat nog steeds
En ook omgekeerd, wij spiegelen elkaar voortdurend. En als er wrevel of discussies is, dan weten wij ondertussen ook allebei dat het niet aan de ander ligt, maar dat het gewoon eigenlijk een kwestie is van te kijken naar onszelf, naar binnen te gaan, eventjes de tijd te nemen om te gevoelen van wat dat er eigenlijk echt getoond werd en om daarmee aan de slag te gaan. En dan ga je merken dat dergelijke connecties eigenlijk gewoon enkel pure ware liefde is. Zonder voorwaarden, zonder als hij of zij dit doet, dan dat is er niet. Dat is er niet. Dus dat zijn allemaal dingen dat je dit weekend mag mee aan de slag gaan. Ga gaan kijken van waar dat je het afgelopen jaar het meeste tegenaan gelopen hebt. Waar ligt nog je diepste frustratie? Waar voel je nog de meeste pijn? Waar voel je nog het meest in de steek gelaten? En dat is het thema waar je het komende jaar mee mag aan de slag gaan. Ik had gisteren ook een heel leuk idee. Ik ga er ook mee aan de slag gaan voor nu deze maand december. En dus dat is rond het thema 2022. Omdat voor iedereen het 2022 individueler zijn. Het proces, de reis, waar je tegen, de lessen waar je mee aan de slag gaan anders zijn. En net daarom ga ik video's maken die verbonden zijn met ons levenspadnummer. En ik ga dan ook uitleggen hoe je dat natuurlijk berekent. Maar dat is dus aan de hand van je geboortedatum, dat je die cijfers optaalt. En dan kom je tot een cijfer van 1 tot 9, 11, 22 of 33. En dus daar ga ik een gechannelde boodschap voor meesturen. Met, zodanig dat je weet afhankelijk van waar je levenspadnummer is. Dus het is niet verbonden met de zodiac, zoals dat je al duizenden video's hebt. Maar echt verbonden met je levenspadnummer. Daar ga ik een gechannelde boodschap voor op video zetten. Op welke manier dat ik het ga doen, dat weet ik nog niet. Of het via PowerPoint is of gewoon een gesproken video, dat weet ik nog niet. Daar ga ik me nog laten leiden. Maar dat komt dus nu in december en misschien nog een stuk in januari. Het hangt er vanaf in hoeverre en hoe snel dat ik alle boodschappen doorkrijg. Maar dat staat er dus op de planning om jou wat ook daarin, waar ook steun en ondersteuning te geven, zodat je een idee hebt waar dat je mag op focussen, waar dat je mag in je achterhoofd houden. Als tools, als extra inzicht voor het, om echt 2022 jouw beste jaar ooit te maken. En wat gaan we dan ook nog doen? Er komt ook een video aan rond het collectieve thema van 2022. Want 2022 is eigenlijk vanaf februari het jaar van de tijger. Tijger is een vuurteken. Dus er zijn heel wat potentiële mogelijkheden, maar tegelijkertijd ook wel natuurlijk een aantal valkuilen. Dus daar wil ik jullie ook in de video iets meer informatie over geven. En dan zien we wat er komt. Wellicht ga ik ook nog een video maken specifiek gericht naar de vrouwelijke en de mannelijke energie, wat er daar staat te gebeuren. Maar dat zijn dus eigenlijk de dingen die op het programma staan voor de komende 2 maanden, dus voor december en januari. Volgend jaar ga ik misschien ook nog een challenge doen. Staat er nog een masterclass op het programma. Ik ben bezig met dat jaartraject. Sowieso is het weer het groepstraject. En kan je nog één op één met mij samenwerken. Ook zolang dat ik het praktisch gezien nog allemaal kan organiseren. Maar er zijn ook plannen om met extra coaches samen te werken. Dus allemaal fantastische leuke dingen om jullie nog meer en meer te ondersteunen. Zodanig dat jij ook in jouw kracht kan stappen. Dat je ook in het licht kan stappen. Dat je ook gewoon heel die zware, zwarte cyclus, donkere cyclus achter jou kan laten. Dat je gewoon doorheen die donkere nacht van de ziel in één vloep kan gaan. En je beste leven ooit kan gaan vormgeven. Wat dat dan ook is, dat maakt niet uit. Voor iedereen is dat tenslotte weer anders. Maar dus, neem eventjes de tijd om voor jezelf te gaan voelen. De dingen die ik nu in de video besproken heb, zorg ervoor dat je 3 keer je tong ronddraait voordat je iets zegt het weekend. Want anders zou je misschien wel de dingen kunnen zeggen die je eigenlijk liever niet had gezegd. Dus je bent gewaarschuwd. Hou er rekening mee. En ik zie je in de volgende. Dag!